weken geleden werd hier op het politiebureau aan het August Allebeeplein in Slotervaart een jongen door politieagenten neergeschoten. Sindsdien doen politiek, politie en buurtbewoners er alles aan om de rust in de buurt te bewaren. En hoewel er in de nachtelijke uren een aantal auto's in de fik zijn gestoken, lijkt dat redelijk te lukken. Maar nu is de Nationale Extreemrechtse Volksbeweging van plan om hier in de buurt een demonstratie te houden tegen het, in hun woorden, multiculturele geweld. En ik ben benieuwd hoe de mensen hier in de buurt daarover denken. Even denken, wat moet ik bedenken bij die rechtsextreme volkspartij? Wat is dat, à la Wilders of zo? Ja, en dan nog plus iets erbij. Nou, ik vind dat lijkt me niet verstandig. Dat wakkert alleen maar alle verschillen weer alleen maar aan. Waarom zouden ze dat willen? Om zich te profileren in een buurt waar het gevoelig ligt? Dat zou ik nooit doen. Ik zou het zelf afwijzen. Want ik denk dat daardoor heel veel grotere problemen zouden komen. Ja? Op dit moment heerst er al veel onrust in de wijk. En als je dan zoiets in de wijk krijgt, dan denk ik dat het meer tot meer onrust gaat zaaien. Ja. We hebben een vrijheid hier in Nederland. Alleen laten ze dat dan in het centrum doen van Amsterdam. Ja, maar goed, u zegt zelf, ze hebben de vrijheid. Dus in principe ook de vrijheid om te dat doen waar ze willen. Dat zeg ik ook. Dus verboden ben ik ook niet voor, maar ik vind het niet verstandig. Dat is wat anders. Ik zou het respectloos vinden, want het gaat tegen de voortgang van de mensheid. Ik bedoel, alle mensen die staan voor racisme en fascisme en wat dan ook is, dat hebben we ook in de geschiedenis geleerd. Dat roept gewoon naar achteruitgang van de mensheid. Eigenlijk is het een beetje de jongeren die rellen nu momenteel doen, is eigenlijk een beetje uitdagen. Ja, dat u bedoelt die auto's in de fik steken en zo. Ja, en dan is als er dan zoiets komt, dan denken ze van hey, het zijn er dan misschien 20% van de jongeren die daar mee bezig zijn. Ik denk dat die dan zoiets hebben van hey, wij hebben een smoes om nog meer rellen te gaan uithalen. Ja, er kunnen weer andere groepen tegenover, dat er dan weer vechtpartijen uit ontstaan en vernielingen. Dus dat vind ik toch niet zo goed. De sfeer is hier zwaar gespannen. We moeten in eerste instantie zoeken naar rust. Ze willen een demonstratie gaan houden tegen het geweld, tegen allochtonen. Het zijn een beetje een rechtse club, dus dat wordt dan wel zoiets, ja. Als ze mogen doen wat ze willen, wat gaan ze bereiken ermee? Laat maar. Burgemeester Cohen heeft in principe de mogelijkheid om zo'n demonstratie te verbieden, maar heeft al laten weten dat niet te zullen doen. Wel heeft hij besloten dat de demonstratie aan de rand van het stadsdeel moet plaatsvinden in plaats van midden in de wijk. Vindt u dat een goede oplossing? Ja, het is, dat is een beetje hangen en wurgen. Hij wil niet meteen de knuppel in het hoenderhok gooien, maar hij wil ze toch nog een beetje te vriend houden. Hè? Ja. Het is gewoon van twee walletjes tegelijk. En ik moet zeggen, ik zou niet graag in zijn schoenen willen staan. Want met wat voor besluit je neemt, er is altijd een partij die zich benadeeld voelt. Hoe dan ook. Ze moeten die buurt met rust laten, gewoon. Ik bedoel, de mensen zitten daar niet op te wachten. Ik maak me niet druk. We leven toch in dit land. Wat willen ze gaan doen? Ze krijgen hun zin toch nooit. Marokko wordt van Nederland. Oh ja. Dag. Ja.